En ja, ik heb wijn, maar dat is voor dinsdag. Voor dan gaan we even lekker wijnen. Volg jij je lijn eens? Kom. Volg je lijn? Nee. Volg je lijn? Ja. Goed zo. Kijk. Deze heb ik er mooi onder gezet. Ik zit dus nu zo, want anders dan heeft ze zoiets. Ja, ik ga eruit. Hele goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin, Karin en Roderick en onze beestenboel hier omheen. Ja, het is nu vandaag zondag 19 december 2021 en het is 11:15, ja. En wat moet jij dan? Wat heb jij om te zeggen dan? En hier heb ik Lady Lovely Draki. Wat moet jij dan? Oh, ga je schamen, serieus? En lady. En ik krijg twee kusjes van twee lieve dames hier. Oh, wat lief. Ja. Nou, kom dan! Kus! Zachtjes, want ik heb hier een telefoon in mijn hand. Dank u. Dus, maar we wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ze staan hier allemaal, maar ik doe eerst even nog even de gordijnen open. Hi schatje. Ja, even de gordijnen open. Lampjes aan of vast knallen. Ja. Oh, lekker. Het is een beetje droevig weer, moet ik zeggen. Kijk, hier heb ik een heel mooi stekkertje. Die ga ik hierin doen. Kijk, 1, 2, 3. En dan gaat die alvast aan. Hé, dat is leuk. Ja, en dan ga ik zo met jullie lopen. Ja, oh, ja. Zo, die lekker open. Hartstikke fijn. Oké, wie gaat er met mij mee? Hoe dan? Hoe ga je op Lady staan dan? Dat en dat hoeft Lofie nog niet eens te flikken. Jij, doe dat gewoon maar even. Hè, schat? Nou, kom, lopen. Lady is blij. Dat is duidelijk te zien. Nou, leuk. Doe even een lampje aan. Ja, doe even een lampje aan. Ja, echt wel. Wie is er nou bij mij? Ja, mijn kleine vriendje. Bobby. Ja, Bob. Ja, Bobby. Echt wel. Bobby. Hi, kereltje. Iedereen vindt jou leuk. Wist je dat? Ja. Bobby. Bob. Iedereen vindt jou leuk. Ja. Zeg maar, daar heb ik schijt aan. Letterlijk en figuurlijk. Hallo, Bob. Ja, ik wou zeggen Lady, maar dat klopt niet. Dan is Lady wel heel erg gekrompen. Ja, kom maar. Ja. Voor u, naar u. Goed zo. Zo, zoals jullie zien ben ik lekker aan het lopen met Bobby. Helemaal top. Kijk, komt hij al aan. Komt hij al aan. Kom, schat, die kan op. Ja, helemaal top. Dus nee, ik ben lekker aan het lopen met even lekker met Bob. En dan straks weer. Maar dan even kijken of Rood dat zo eventueel zou kunnen doen. En ik ben druk bezig met editen. Daar ben ik druk mee bezig. Dus ja, druk, druk, druk. En dat op een zondag. Ja, werk, werk, werk. Editen, 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 editen. Ja. Nog eventjes en tussen de bedrijven door eventjes eten, drinken, een ander hondje uitlaten zoals Bobby. Dus nou, ik ga even lekker met Bobby nog even. Dan zien jullie mij zo meteen thuis. Zo, we gaan even oliebollen halen. Dat is lekker. En die moet het even pesten. En daar loopt een mannetje. Hoi. Zo, wat wil jij hebben, schat? Appelbeers? Ja. Kijk. Ja, je drukt maar een end heen, maar daar ben ik niet zo heel blij mee. Nee, niet daarop. Ja.
vierde. En toen was de action dicht. Jee, jammer. Kijk, dit is mooi gedaan, hè. Kijk dan. Kijk. Het is nu helemaal... Zo mooi. Zo mooi. Ik ga even achterover aan. Oeh, wat vind ik leuk. Kijk, daar loopt hij al. En sesam open nu. Zo. Het is wel lekker rustig hier, schat. En zonder muziek. Zo, even boodschapjes gedaan. Ja. En ja, ik heb wijn. Maar dat is voor dinsdag. Voor, dan gaan we even lekker wijnen. Lekker dinsdag, lekker wijnen. Dat is leuk. Ja, leg het daar maar weer neer, schat. Helemaal top. Hè? Huh? Ja, prima, hè? Ja, dat dacht ik al. Nou, we gaan even inpakken en dan zometeen naar huis. Je hebt hem op slot daar. Dat is mooi. Dat is hier mooi. Kijk, jee, boodschappen mee. Neem jij de boodschapjes mee? Dat is mooi. Hè? Huh? Ja, nou, jammer dan voor zijn plastic zakje. Ja. Denk je dat ik daar van wakker lig? Ik er niet, hoor. En voor een plastic zakje, ik er niet. Alles dicht, hè, nu, hè, zei je. Ja, check. Dubbel check. Hey, Bobby. Ze gaat hem open doen, hè. Ze gaat hem open doen. 1, 2, 3. Ja, ze heeft hem open gedaan. Yes. Zo, gaan we even naar boven. Ja. Zijn we ook niet, ook niet altijd thuis. Nee. Dat is ook handig, toch? We zijn niet altijd thuis. Nee. Nope. Meiden. Meisjes. Ja. Ik moet wel ook de goede sleutels hebben zelf. Ja, ook dat nog. Het is een beetje donker hier aan het worden. Ja, maakt niet uit. Zo, zijn we weer. Hi, kinders. Kom, aan de kant. De baas moet erbij. Jo, doe maar. Goed zo. Zo, we zijn weer thuis. Mensen, we zijn weer thuis. Ik ga mijn sleutels even ophangen. Ook, moet ook gebeuren. Die ophangen. Mijn autosleutels even ophangen. Onze autosleutels. Ook een hele goeie. Ik ga dan even de computer weer aanzetten. Waarschijnlijk dan gaat hij weer uit. Jee. Zegt hij van, doet zelf maar even. Zoals eigenlijk altijd. Nee, jij moet even. Ja, dat zeg ik. Jee. Mag ik dat zelf even doen, schat? Dan ga je even naar de wc. Kijk, dat is dus wat ik bedoelde. Nou, dan moet ik even mijn sleutel uit deze kast halen. Ik ga even de sleutel hier pakken. Hey, mijn lamp is kapot. Mijn lamp die zegt, doe het zelf. Schat. Want die gaat wel aan. Dan is mijn lamp dus kadoek. Ja, mijn lamp is kadoek. Nou, dan moet ik even een ander lampje gaan pakken. Volg jij je lijn eens? Kom. Volg je lijn? Nee. Volg je lijn? Ja. Goed zo. Kom maar. Kom. Nee, we gaan nog wel even lopen, schat. Kom. Kom maar. Ja. Even nou niet zo'n groot blokje, maar we gaan wel even lopen. Kom. Goed zo. Kom. Gaan we hierin. Het was al namelijk weer 5 uur na het einde van de middag, jongens. Ja. We Bob even uitlaten. Vanavond hoef ik dan niet meer. Nee, kom, liefie. Kom maar. Ja. Bobby uitlaten, hè. Ja, even plasje doen. Goed zo. Ja. Kereltje. Goed hoor. Ja, goed zo, kerel. Ja. Yeah.
keurig. Kom maar. Net deze kant op, kom. Kom. Nee, deze kant op, kom. Lopen. Goed zo. Nee, we gaan die kant niet op. Kom, lopen. Die kant op. Ja, goed zo. Ja, het is nu even ruim 7:45. En ik ga heel eventjes op bed liggen. Want ik ben moe. Ik ken echt even niet meer. Ik heb gewoon heel eventjes in mijn dutje nodig. Dus die ga ik ook even doen. Want ik moet nog heel wat vlogs editen. En ik kan even gewoon nu even niet echt mijn concentratie erbij houden, zeg maar. Dus ik moet gewoon heel eventjes opladen. Voordat ik weer 2 vlogs kan doen. Want ik heb nou gewoon even weer 1 vlog gedaan. En het wou gewoon vanmiddag niet echt wat ik wou. Want als ik wou scrollen, dan ging hij zelf weer omhoog. Gewoon in mijn computerprogramma zelf. En als ik in het editprogramma normaal uit wou zoomen, ging hij heel snel inzoomen. Ja, nee, ik wil uitzoomen. Maar ik kon helemaal niks. Nou, Rodi, je weet. Waar ik ergens hekel aan heb, is dat het wel. Dus ik had hem aan de lijn. Toen zei hij, ja, maar dit, ik zie toch wat er gebeurt. Dus toen heb ik gewoon gezegd van, weet je wat, ik pleur mijn computer uit. Gewoon eventjes van de stroom af. En we komen thuis. We gaan hem weer even op het stroom doen. En hij doet normaal. Dus ik heb nu eigenlijk alles in principe al volbewerkt. En dan moet ik gewoon nog even goed luisteren van waar het eruit kan, waar niet, et cetera. Dus dat komt wel goed, hoop ik. En heel vaak weet ik gewoon wat ik zeg. En dan hoef ik weinig te knippen. Ik ben niet zoals een Dom of een Enzo of een Gio die in die heel veel knipt. Ik kijk gewoon en knip ik, dan moet ik knippen. En dan doe ik een mooie veetje in. Veet out, veet in, veet out. En dan gaat het heel mooi aan elkaar over. En dan zie je eigenlijk weinig dat ik knip, zeg maar. Dus ja, ik ga nu even eventjes lekker voor mezelf eventjes mijn oogjes dicht doen. En ik kom dan weer terug bij jullie als Ro er ook is. Ja. Ja, nou, ik ben alweer even een tijdje uit bed, want Ro is even nu met de hondjes aan het lopen. Maar ik had de 17e, ja, heb ik een pakketje gekregen. Ja. Het is met de samenwerking. Ja. Dus een keer een samenwerking. Nou. Ik weet al wat het is, want ze hadden mij eventjes een dingetje opgestuurd. En ja. Kijk. Kijk, kijk. Ja. Daar is ik. Ik weet al wat het is, want ze hadden het mij opgestuurd. Kijk. Dat is dus namelijk een kattenbed. Ja. Thank you for your order. Nou, you're welcome. Ja, en ik mag dus gaan in elkaar gaan zetten. Hey. Nou, zo moeilijk is het volgens mij niet. Nou, ik heb het hier dus op mijn schoot liggen. Zoals jullie zien. Ja. Dus even kijken wat hierop staat. Eens even kijken. Oh, dat is handig. Ja, nou, dat is mooi. Kijk eens aan. Ja, zo. Hier allemaal kleine dingetjes, ook handig. Ja, ja. Zo. Ik ga heel even via internet eens even kijken hoe het ook weer was. Zo. Kijk, nou heb ik even gelijk hoe het moet. Dat is handig. Ja. Kijk, ik heb dus deze. Hartstikke mooi. Ja. Die gaat erin. Ja. Ik heb hier heel veel buisjes eigenlijk, moet ik zeggen. Hele rare, hele vreemde. Even kijken. Ah, hoe zit dit? Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ik denk al, hoe zit dit? Ja, hola. Ja, ik zie het al hoe dat moet. Hey. Yes, dit is daaromheen. Ja, oké. Okay. Ja, ik snap hem. Ik snap hem. Ja, 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 ja. Ik snap hem. Mm-hmm.
Ja, ja, ja. Ik begin hem te begrijpen, zeg maar. Ja, ik begin hem te begrijpen. Ja, ik ben niet zo heel erg blond hoor, maar dus af en toe. Kijk, heb ik hier dus een ingang. Die gaat er helemaal in door. Erg handig, zeg maar. Heb ik hier ook nog iets. Weet je, ik doe eerst even deze er even uit. Dat is even iets handiger, denk ik. Anders blijf ik hier in ieder geval mee te hannes. Is ook niet handig, wou ik zeggen. Ja, oké. Okay. Top, helemaal goud. Zo. 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 Kijk, en dan klikken we deze hier namelijk in vast. Hoop ik. Denk ik toch. Dat dat dus de bedoeling nu is. Ja, kijk. Dat is inderdaad dus de bedoeling volgens mij. Hier heel veel schroefjes. Dat is ook wel ideaal, denk ik. Even kijken. Ja. Deze moet inderdaad hierachter, dat is handig. Nou valt hij er mooier in. Kijk, moet ik die andere ook even goed doen? Nee, dat zeg ik allemaal niet. Ik wil niet wat ik wil, nu vandaag.nl. Zo. Doen we gewoon even nog zo. Die er even doorheen. Die er nog even doorheen. Kijk eens aan. Nou, ik heb eventjes een tang gepakt. Helemaal goed. Kijk, en dan ga ik hem dus nu. Stevig aandraaien. Kijk, en dan moet ik deze ook nog even goed doen. Ook even goed aandraaien. Zo, dan doe ik deze nog even. Zo, die zit dus nu goed vast op dit moment. Zo, en dat ga ik dus nu ook met deze kant dus doen. Ik ga deze nog even goed doen en dan zien jullie mij zometeen wel weer. Oké, nou ik heb dus dit hier vast. Zoals je kan zien, ik heb hier dit dingetje eronder. Kijk, deze heb ik er mooi onder zitten. Ik zit dus nu zo, want anders dan eventjes, ja, ik ga eruit. Dus ja, dan maar eventjes in deze houding zitten. Je moet hem goed zo. En deze schroefjes moeten hier mooi invallen, want net had ik hem dus verkeerd om. Dus zo, en dat is niet handig. Dus, nou gaan we hem wel weer goed doen. Erin zetten. Daarin. Daar er mooi in. En dan komt hij hier er zo uit. En dan even weer mijn voetjes goed. Hoop ik toch. En dan gaan we deze pakken. Er even op zetten. Dan zit die al deels goed vast. Deels.
En dan pakken we een schroevendraaier en een... Wat is het? Een waterpomptang. Een waterpomptang, kijk. Dus, wat doe ik dan? Ik zet even mijn waterpomptang hier even op. Hou ik vast en ik ga even aandraaien. Zodat hij dus goed vast zit. Dat doe ik dus ook bij deze. Maar dan zijn we dus bijna klaar. En dan doen we nog deze even nog een paar draadjes goed geven. Zo. En dan doen we hem hier vast. Deze ook doen we ook mooi vast. Kijk, dan hebben we dus al dit. Maar we zijn er nog niet. Nee. Ik heb hier hele mooie buisjes. Ja, hele mooie buisjes. Eens even kijken hoe ze dat willen hebben hier. Kijk, die moet daar. En die moet daar. Dus, die moet daar. En die moet daar. Dus dan hebben we hier een mooi schroefje. Ga ik even eerst aan deze kant doen. Hier het schroefje. Komt die daar er mooi uit. En dan gaan we hier dus. Zo even er mooi in doen. Laten we die even zoals wat die is. Pakken we deze. Dan gaan we hem hier ook weer in doen. Daar. En dan komt hij daar weer mooi uit. En dan gaat hij daar weer mooi in. En dan hebben we hier weer een mooie schroevendraaier. Goed aandraaien. Dan gaan we dus ook aan deze kant weer doen. Goed aandraaien. Zo, en dan de laatste gaan we doen. Dan gaan we ook weer aandraaien zometeen. Kijk, want je ziet dus nu dat er een aardige ruimte tussen zit. Kijk, ik kan gewoon eigenlijk mijn vinger hier nog tussen doen. En hier dus niet meer. En als ik hem daarop doe, dan kan hier weer mijn vinger tussen. Dus ja, dus gaan we het gewoon weer hier ook weer aandraaien, erin doen. Hetzelfde liedje eigenlijk. Zo. Aan. Die zit al. En dan gaan we nog deze mooi doen. Kijk, nu zie je dat hij aardig, hè? Hij gaat dus een beetje omhoog. Doen we zo. Die gaat er weer doorheen. Daar er mooi in. Ja, en ik ben rechts, dus sorry daarvoor. We gaan mooi even zo doen. En dan gaan we weer aandraaien. En dan moeten we eens even kijken waar we deze neer gaan zetten voor de katten. Zo, en dit is het kattenmandje. Oeh, hey Speedy, kom eens hier. Ik heb wat voor jou. Oh, wat ben jij zwaar, vriendje. Wat ben jij zwaar? Maar kijk eens. Jouw mooie troon. Oeh. Dat is lekker. Dat is lekker. Hé. Je ligt er helemaal lekker in. Je ligt er gelijk lekker in, hé. Hé. Dat is lekker, hé.
Kijk, en dan kan ik ook zo oppakken. Hartstikke idee. Zo, kijk, dat is nou een luxe. Hé. Hey. Je blijft ook gelijk liggen ook, hè? Ik heb meteen gelikt. Want ik vind het wel prima zo. Nou, hij is dus gelijk goed gekeurd, blijkbaar. Door meneer Kieskeurig. Echt, meneer Kieskeurig. Zo, hé. Hey. Knipoog er ook nog bij. Nee, dat is voor jou te groot. Nee, ik bedoel te klein. En jij bent te groot ervoor. Meneer heeft zijn troon, hoor. Hey. Uh-huh. Niemand stoort hem braaf. Je zit fijn, vind je? Een eigen bedje. Gewoon liggen ook. Is dat prima zo? Nee, ga eens plaatsen. Kom, plaats. Goed zo. Ja, dat is dat hele mooie kattenbed hier. Kijken of die zich op te laten vakken, meneer Kieskeuren. Dat valt wel mee. Wordt ook nog gelikt. Dat is grappig. Maar dit wordt dus mede mogelijk gemaakt door Easy to Shop. Kattenbedden te koop. Meneer Kieskeuren vindt het lekker, dus ik denk dat andere katten het ook wel lekker zullen vinden. Top. En de link die staat onder in de beschrijving, toch? Ja, dat of... klopt helemaal. Dus ja, en wat vind je ervan? Ik vind het een hele mooie. Het is makkelijk in elkaar te zetten, zo te zien. Ja. Ik moet even weten van hoe het eruit moet zien, zeg maar. Maar verder, prima ding. Meneer Kieskeur is er helemaal blij mee. Ja. Als je iets nieuws koopt, hij zet hem erin. Nee, hoef ik niet. Ik ga er graag uit, ga er mijn eigen plek opzoeken. Ja. Je blijft gewoon lekker liggen. En zelfs ik word gelikt. Ja. En dat gebeurt niet zo vaak, hè? Nee. Nee. Heel raar, hè? Ja, een beetje vreemd. Maar wel lekker. Wel lekker. En dat voor jou. Hoe dan? Bizar. Ja. Wat Roderick dus net al zei. Dit is allemaal mede mogelijk gemaakt door Easy to Shop. Helemaal top. Dank jullie wel voor jullie pakket. Ik heb het zo goed mogelijk in elkaar gezet zonder Rodat en dat Rodus het kon filmen. Dus ik hoop dat het duidelijk is. Zo niet, dan haal ik hem nog een keertje van de week even uit elkaar. Zorg ik dat Ro het even goed kan filmen. En dan hoop ik dat jullie het helemaal goed kunnen zien. De link die staat sowieso nogmaals in de beschrijving. Dus wil je ook zo'n leuke kattenbed? Ik zou zeggen bestel hem via Easy to Shop. En dan krijg je hem thuis? Ja, dan krijg je hem inderdaad thuis. Dus ja. Je kat zal er blij mee zijn, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Deze wel. Deze wel. En meneer ik denk Kieskeuren. Jouw kat ook. Dus ik zou zeggen, bestel hem en heel veel plezier samen met je kat. En bestel hem gezellig bij Easy to Shop. Dan heb je twee katten, dan kan je twee bestellen. Ja, precies. En heb je meer, dan bestel je ook meer. Ja, ik ben weer op bed. Yay! Gezellig. Ik ga deze vlog lekker afsluiten. Samen met jullie. Hé, hey, vraag je, vond je deze vlog wel leuk? Ja? Weet je wat je dan moet doen? Nee? Nou, ik wel. Hé, dat is het duimpje omhoog. Dat is even hier beneden even abonneren. Ja, dat rode abonneerknopje. Eventjes een leuke reactie achter. Ook heel belangrijk. Eventjes een leuke reactie achterlaten. En ook zeker het belletje even aan. Belletje, ja, die kun je vinden. Hier beneden ook. Net zoals het rode abonneerbutton. Ja. Heb je hem gevonden? Wacht nog heel even. Ja, hey, top. Dan hoor je weer bij onze familie. Dankjewel. En dan zou ik zeggen dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.